Ik begin me nu toch wel wat zorgen te maken. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Ik ben aan het ontbijten met mijn banana pancakes met banaan en kaneel. Er staan niet heel veel boeiende dingen vandaag op het programma. Vandaag is het echt alleen maar schrijven. Ja, en misschien even mijn huis opruimen. Ik ben net al begonnen, want ik zat net achter mijn bureau en ik zag al die teringzooi en ik kon me gewoon niet concentreren. Dus ik ben meteen even een beetje gaan opruimen, maar zoals je misschien ziet is het nog steeds één grote teringzooi. Dus daar kan ik wellicht vandaag wat aan gaan doen. Ik moet er zo echt van komen, ik moet boodschappen doen, maar ik ben nu lekker recepten aan het uitzoeken dat ik kan gaan maken. Alleen kan weer eens niks vinden. Dit is Food to Run van Renata Verhoor. Maar ik vind ze allemaal net iets te niet aantrekkelijk uitzien. Er zijn echt super goede tips in dit boek wat betreft hardlopen en voeding. Maar ja, de recepten vind ik gewoon niet heel erg aantrekkelijk. Dus ik denk dat ik maar een ander boek ga pakken. We zijn inmiddels een half uur verder en ik heb denk ik iets gevonden. Deze parelgoord met erwten, spinazie, tuinbonen en hazelnoten. Inmiddels is het ook al over 12 uur en ik heb echt mega honger. Dus het is niet heel handig om met honger naar de supermarkt te gaan. Maar we gaan het proberen te overleven. Wish me luck. Oh, dit weer mensen. Gelukkig heb ik met mijn skias. Serieus, de weersvoorspellingen voor komende zondag zijn dus precies hetzelfde als vandaag. En zondag moet ik dus de CPC lopen, de halve marathon, met dit weer. Ik ga natuurlijk wat doen, maar het zijn niet de ideale omstandigheden voor mij om een halve marathon te lopen. Het waait namelijk ook best wel stevig. En het is gewoon koud en vies en nat. Maar ja, als je ergens geen invloed op hebt, dan is het het weer. En het kan net zo goed zijn dat het weer nog... de weersvoorspellingen nog 20 keer veranderen voor zondag. Ik ga boodschappen doen. Gelukkig heb ik een auto waarin ik warm en droog zit. Is niet goed voor het milieu. Maar mijn fietsband is nu al sinds juni lek. Dus ja. En met deze regen zou ik sowieso de auto hebben gepakt. Want gatsidari. Hier wie ik op dit moment zo medelijden heb. Met mensen die zeg maar, bij een bezorgdienst werken en die dan op de fiets eten moeten bezorgen. En ik ben ook echt heel erg, als het dit soort weer is, dan ben ik echt veel eerder geneigd om eten te bestellen. Maar dan moet je dus eigenlijk, stuur je dan zo'n bezorgpersoon naar buiten. Maar ja, dat is dus hun werk. En als je geen eten bestelt, dan hebben ze geen werk. Dus aan de andere kant is het ook weer goed om eten te bestellen. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk om met deze weersomstandigheden door de stad te fietsen om eten bij mensen te bezorgen. Respect voor deze mensen. Heel veel respect en dank. Ik probeer wel altijd voor je te geven, als het, zeker als het dit soort weersomstandigheden zijn. Hey, I survived. En ik heb echt super veel aanbiedingen gekocht. Deze, tweede graad. Deze, mijn favoriete pannenkoekjes, de speld banaan pannenkoekjes, zijn 1 plus 1. Evenals, ja, ik heb er dus heel veel gekocht nu. Deze pasta was ook weer 2 plus 1. En ik heb een tijdje dit echt 5 keer per week gegeten. Dat was niet zo gezond. Maar ja, ik denk dat het als afwisseling, als makkelijke maaltijd, niet echt heel veel kwaad kwam. En deze zijn tot 1 mei houdbaar. Dus ja, ik hoef het niet meteen deze week allemaal op te eten. Met fungi saus. Love it. Dit is mijn lunch. Het zijn... ja, een soort van sushi in rijstpapier. Verder heb ik een hele grote zak met beertjeschips gekocht. Want normaal, altijd als ik een zak beertjeschips of wat dan ook voor chips opentrek, moet hij helemaal op. Nu dacht ik, als ik nu gewoon een zak met kleine zakjes koop, dan gaat hij ook op. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus ik heb de rest van de zak, ik heb 2 zakjes gepakt en de rest ligt in mijn auto. En er zitten 99 calorieën in één zo'n zakje. Dat is natuurlijk... helemaal niet gezond, maar in zo'n zakje lijkt me niet het einde van de wereld. Echt super lekker uit. Het is allemaal groente met garnaal. Test, test. Heel lekker. Oh, alsjeblieft, laat weer online dit keer de waarheid spreken. Is voor zondag CPC 11 graden. Windkracht 3 vanuit zee. Dus dan heb je op de boulevard een soort van meewind. En je hebt ook meewind in de laatste 3-4 kilometer die naar de finish loopt. En het weer krijgt een 7.
Please, laat dit waar zijn. Dan ben ik echt helemaal verdrietig van dit grauwe weer. Ik heb maar weer mijn geurkaars aangestoken. Ik ben nu bezig met mijn presentatie voor Citizen M. Oké, inmiddels zijn we 2,5 uur verder en ik heb niet gevlogd. Want ik was echt compleet in trance met mijn koptelefoon op om een presentatie te maken. Of nou ja, ik heb in ieder geval uitgeschreven mijn verhaal, wat ik wil gaan vertellen. Ik moet nu nog wel de presentatie maken in PowerPoint of Keynote. Ik weet niet hoe dat heet op Apple. Ik maak niet zo vaak van die presentaties. Maar dat ga ik een andere keer doen. Ik heb echt een soort van probleem. Want ik heb nog geen onderwerp voor Metro. En ik heb iemand gemaild. Alleen die reageert niet. En de kans is heel groot dat die helemaal niet meer gaat reageren. Want het was echt een long shot. Maar ja, het zou best wel heel erg kloten zijn als diegene niet kan. Wat ze eigenlijk nu al weet. Want ik heb geen ander onderwerp. En het is al woensdag. Dus een interview regelen wordt ook een beetje kort dag. Dit was nou ook weer niet echt de bedoeling. 2 zakjes in 1 keer. Oeps. Oeps. Oh, de struggle van een vuilnisbak legen. Ik kom er net achter dat ik echt totaal de verkeerde ingrediënten gekocht heb om dit gerecht te maken. Maar we gaan kijken wat we hiermee kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Het is echt compleet anders dan het recept. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik doperwten eigenlijk helemaal niet zo lekker vind. En het meeste wat erin zit is doperwten. Dus proef op de som. Het is best wel lekker eigenlijk. Of in ieder geval absoluut niet vies. Het is niet het lekkerste dat ik ooit gemaakt heb. Maar ja, wel lekker. Oh help. Weet je nog dat ik gisteren zei dat mijn broertje t-shirts aan het verkopen was met een tekening die hij gemaakt had op zijn shirt? Nu komen ze dus zelfs al in Instagram voorbij. Ik vind hem trouwens best wel cool op deze manier. Hij heeft er inmiddels al 40 verkocht. Volgens mij. Goed zo, Felix. Ik begin me nu toch wel wat zorgen te maken. Het is inmiddels 8 uur. Ik heb net alles gedaan wat mijn to-do list. Behalve het onderwerp voor Metro. Want ik heb nu naar 2 verschillende dingen een mailtje gestuurd. En ik heb nog geen respons. Het is dus al woensdag. En morgen ben ik de hele dag in Amsterdam. En ik heb dus nog geen interview. Dus geen wereldramp. Maar het zou toch vrij lullig zijn als ik niks kan aanleveren komende zondag. Dus wellicht moet ik gewoon zelf een verhaal schrijven. Dat heb ik 1 keer eerder gedaan. Toevallig ook 2 dagen na de CPC. Dat was 2 jaar geleden. Toen heb ik een stuk geschreven over beginnen met hardlopen in de krant. En dat was inderdaad 2 dagen na de CPC. Ik heb een hele lijst met mensen die ik wil interviewen. Alleen is het voor andere weken geschikt. Ik heb mijn onderwerp al voor de Metro van 21 maart. Maar 14 maart? Niks. Als jullie een leuk idee hebben voor een onderwerp voor Metro, drop them in de comments. Much appreciated. Hey, live update. Het is inmiddels 9 uur. Ik heb nog steeds geen reactie van een van de mensen die ik heb gevraagd voor het interview. Inmiddels een mooie puistuur op mijn kin. Verder heb ik morgen om 10 uur een afspraak in Amsterdam voor mijn boek. Alleen heb ik daar al heel lang niks meer voor geschreven, omdat ik andere dingen doe. Dus ja, het is allemaal een beetje gedoe. Ik ga gewoon hier al afscheid van jullie nemen. Dankjewel voor het kijken. Ook al was het niet zo leuk. Misschien. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Hopelijk met een iets inspirerende verhaal.